Het ministerie van Financiën en Planning is bezig nieuwe afspraken te maken met de lokale banken voor het aflossen van de binnenlandse staatsschulden. Minister Armand Agaibersing zegt dat in de tussentijd de regering ook de andere binnenlandse schulden aan het inlopen is. Je weet dat de binnenlandse schulden ook bestaan uit schulden aan de banken en de aannemers, naast de ressus die nog openstaan. Wij proberen de ressus in te lopen en we hebben met de banken zo goed als zijn we rond met betrekking tot het maken van hernieuwde afspraken. Ook liet de bewindsman weten dat met het openstellen van bepaalde sectoren hij hoopt dat het beter zal gaan met de economie. Zo hoopt hij dat ook particulieren hun werknemers tegemoet zullen komen, zoals de regering dat met de ambtenaren heeft gedaan. Wij kunnen niet het hele land subsidiëren, toch? Dat begrijp je ook wel. Anders moet ik de belastingen weer gaan verhogen om dat te kunnen doen. We hopen dat de particulieren met het weer opengaan van de economie weer wat ademruimte krijgen om iets te kunnen doen voor hun mensen.